denk ik, hoort er ook weer bij. Yay! Ja. Oh, dit is zo mooi. Wauw. Zijn jullie er ook weer? Ik had jullie helemaal niet verwacht. Maar dat jullie er nog nu toch zijn. Wij zijn Roderick en Karin Stammer van de Werf. Ja, dat zijn wij. En het is nu alweer 5 december 2020. Het is nou net 4:05. Ik begin laat. Ja. Maar ik ben bezig met kerstkaarten schrijven. Dus ik neem jullie gezellig weer mee vandaag. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja. Wat ik al zei, ik ben druk bezig met de kerstkaarten schrijven. Met de kerstkaarten, ja. En ik heb er al 2 gedaan. 2 gedaan, ja. 2. En ik moet er nou nog 4 schrijven. Ja, want wij gaan dus nu weer onderweg straks naar de Helder. Ja. Maar ja, sowieso even naar hun mama toe. Ik hoop dat ik daar kan filmen even. Vind ik leuk, vind ik zo leuk. Als het lukt. Ze weet niet en dat we komen. Dus we moeten even sowieso omrijden. Fijne feestdag. Groetjes. Ja, groetjes. Altijd. Groetjes. Roderick. En Karin. En de dieren. En dan wil ik nog wel eventjes mijn visitekaartje erbij doen. Hartstikke idee. Eens even kijken of dat hierin zit. Ja, dat zit hierin. Dat is leuk. Dat is leuk, 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 leuk. Een visitekaartje erbij doen. Yes, sir. Dat is deze. Zo. Voor onze liefdallige buren, die ook straks op 11 december zijn getrouwd. Dezelfde dag als wij. Maar dan 1,5 uur later. Dan krijg je het voor elkaar. Nou, wat is dit? Dat er niet in. Dat is raar. Ik wil er gewoon niet. Oké, nu wel hoop ik. Ja, nu wel. Hey! Ik ben niet zomaar op 1 gat te vangen vanzelf, hè? Nee. Zo. Doe ik hier ook nog eventjes een visitekaartje bij zometeen. Dat is leuk. Visitekaartjes ga ik uitdelen. Yay! Kijk, deze is toch ook leuk. Merry Christmas en Happy New Year. Merry Christmas. En een Happy. New. Ik zal eens even kijken hoe ik dat moet schrijven. Wauw. Dat weet ik niet. Ja, sorry, ik ben niet zo goed in het Engels. Maar Happy New. Kijk. Kijk. Bij deze pen heb ik dus een gum. Deze pen heb ik dus een gummetje. Dus ik kan het heel mooi weer uitgummen als het mij niet zint. Ja, J-E-A, Y bedoel ik. E-A. En een Happy New Year. Groetjes. Kijk, altijd weer, hè, die groetjes. Komt er altijd weer terug. Groetjes, Roderick. En Karin. Oh.
En de dieren. En voor mensen die ons adres nog niet weten, doe ik altijd in het klein ons adres. Zo. Zo, heb ik ook weer gedaan. Even laten drogen. En dan zien jullie mij straks weer terug met andere klusjes in S. Nog even. Nou, alles is al ingepakt. Onder andere ook de kerstkaart. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6 uit mijn hoofd. 6, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 heb ik er. Ja, in totaal. Dus dat gaan we ook vannacht lekker, vannacht wegbrengen. Als ik bij mijn werk klaar ben. En sowieso geef ik er eentje alvast aan mijn echte moeder, aan mama. En aan mijn surrogaatmoeder, Ilona. Ja. Dus ja, dus dat. Dus, en dan nog gaan we nog even naar... voordat we naar Den Helder gaan, gaan we nog even naar iemand anders. Waar de moeder van de twee dames zitten. Hopen we dat we nog even hun moeder nog misschien eventueel kunnen knuffelen. Als het ze dat zou willen. En zo niet hebben pech, helaas pindakaas. Want we komen ook. Want dat er gaat, doe ik dit altijd lekker op de Bonnefoy. Mensen weten het niet. En die hebben zoiets van, wat komt er nou weer? Nou ja, dit dus, is leuk. Dus ja, en ik probeer weer zometeen een leuke, gewoon weer leuke dingen te filmen. En ik neem zometeen sowieso even mijn laptop mee. Want als Roderick even iets op de laptop wil doen, dan kan hij dat ook op de laptop doen. Daar is ook handig. Hey. Ja, die nemen we dus ook even mee. Ook een hele goeie om dat even te onthouden. Laptop mee. Yep. Medicijn heb ik mee, kerstkaart heb ik mee, tablet heb ik mee, zonnebrilletje heb ik mee, sowieso, zonnebril, altijd handig. Mijn haar moet ik zometeen nog even sowieso doen. Misschien kan ik dat gewoon even gelijk samen met jullie doen, gewoon even lekker mijn haar doen. Ja, ik ga even zo even draaien, zodat jullie meer kunnen zien wat ik allemaal aan het uitvreten ben. Ja, wat ik allemaal aan het uitvreten ben. Ja, wat? Nee, wacht dus. Ja, wait. Zo. Ben ik weer? Ja, ben ik weer. Ik ben snel. En dan ga ik even nu samen met jullie even mijn haar doen. Is leuk. Zo. Tak, 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 tak. Lekker. Zo. Even de knopen eruit halen. Altijd handig. Kijk, en je ziet dat het lekker statisch is, deels. Dus wat doe ik erin? En nee, ik word er niet voor gesponsord. Dit is van Wella. New Wave. Kijk. Die doe ik altijd in. En dat ruikt lekker. En het is ook weer gelijk een beetje lekker beter in model. En het wordt dan ook niet meer zo statisch. En dit kun je gewoon kopen bij de Kruidvat. Yes. Ook helemaal niet erg. Want toen zat ik bijna zo onder de haren, maar dat maakt niet uit. Ik heb Roderick zo aan de telefoon, zoals jullie wel licht weten, kennen van ons, hè. Ik ken Roders nu al, mag ik niet liegen, moet ik even naar YouTube toe. Ik kan gelijk weer even kijken, want ik volg dus iemand. En die heeft dus ook op de psychiatrische afdeling gezeten. En dat heb ik en Ro nog samen gezien. Dat vond Ro toch behoorlijk heftig toen. Even kijken. Dat is aardig lang terug. Dat is 3 jaar terug of zo. Dus ja.
Even kijken, want dat komt wel iedere keer in mijn overzicht naar boven. Dat ik haar toe, even kijken, 2 jaar terug, dagje verlof aankomen, even kijken, 2 jaar terug, even kijken, 2 jaar terug, tralali. Dus kun je nagaan dat ik de Zro al langer ken en dat wij weer weten. Wauw. Even kijken hoor. Even naar dat bed zoeken. Even kijken hoor. Die ze dus in beeld had. Even zoeken hoor. Ik ben niet zo goed in zoeken namelijk. Nee. Ik ben niet zo goed in zoeken. Dat is 11 maanden terug. Waar? Hè? Even kijken hoor. Ben ik nou zo achterlijk gek en dom? Ja, waarschijnlijk wel. Oh nee, kijk, 3 jaar terug op de psychiatrische afdeling, vlog hashtag 88. En nee, die is niet van mij, maar die is wel van een hele andere stoere meid, die echt alles van haar leven laat zien. En ze is nou moeder, dat is van Manuel de Zwart, niet met een Z, maar met een S. Dus M-A-N, een E met een streepje boven, L... Nou, de en dan S-W-A-R-T, ja. Dus ja, dus dat. Ik ga even een elastiekje pakken van mijn borstel af. Als dat me lukt. Ja, dat lukt. Hartstikke mooi. Zo. Ik snap niet waarom mensen dit niet mooi vinden aan mijn zijkant. En ik moet ermee lopen. En niet anderen. Dus, en ik vind het wel mooi. Dus ja, alleen ik heb het nog niet geschoren. Misschien dat ik het wel weer lang laat groeien. Nou, en mijn schoonouders en die vonden het zelfs mooi. Dus ja, dat zegt wat. Zo. Ja, niet hier echt helemaal netjes, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik ga nu lekker wachten op Roderick en dan gaan we pleiten. En Tenko hoort er ook weer bij. Yay! Ja, kijk, dit is het bedrag wat we hebben getankt nu net. Yes! En dat ga ik zo meteen weer opschrijven. Hoeveel kilometers we hebben. Ja, ook een hele handige. Ook heel erg handig en verstandig om dat even allemaal te noteren. Hoop ik niet dat er ook gelijk wegrijdt, want ik wil het altijd even noteren. Altijd handig. Zo, kijk. Toch even iets, weet je. Niet heel veel, maar... Oké, eerst even de datum, want dat is hier een beetje soms een beetje vervelend om dat een beetje op te kijken. Datum hier, dat is mooi, even omcirkelen. En dan hebben we dus nu al in totaal, qua kilometers, 250. 0 en dan 5, 7, 6 km. Het is niet heel veel wat we hebben getankt, maar het is wel even iets. Heb ik een stukje wat meer rust. Ja. En hoop ik nou niet en dat jullie om gaan flikkeren, want het is hier een groot stukje. Ja, 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 je kan, moet je nu wel. Oh, well. Daar was ik weer. Yes, jullie vielen. Wat ik dus eigenlijk al wel dacht, maar yes. Nou, het is toch rode verkeerslicht, dus ja, kan gebeuren. Oh, dit is zo mooi. Wauw. Alleen deze grote verlichting die verpest het. Dit was het qua verlichting aan deze kant.
deze in de brievenbus stoppen. Even kijken of ze straks binnenkomt. Als ze binnenkomt, dan in één keer in de brievenbus en lekker weg. Mazzel. Oh, mensen hebben ook erg. Het is leuk. Dit is grappig, zeg maar. Ze heeft het toch niet in de gaten, volgens mij. Sorry, mam. Het is leuk. Als en als ze ook echt, nou ook echt in de woonkamer staat, hè? Dit is leuk. Hadden jullie niet en niet binnen kunnen komen? Nee, mam, het is bijna 7:30. Dan moet ik op de zaak wezen. Dan bel ik morgen wel. En dan heb ik u al gebeld. De beveiliger, hoor. Wauw, is leuk dit. Kijk hem, kijk. Yes. Rennen dan. Oh, wow. Extra dreigement. Hè? Extra dreigement. Is leuk. Gaan we in richting de zaak. Jacques? Ja. Lekkere Turkse pizza. Yummy. Volgens mij, en doet ze ook eigenlijk nooit en nooit haar gangen licht aan, volgens mij. Nee. Die deur, en die gaat ook nooit open. Nee. Nou, stop de boel maar. Even lekker even met Emily groot licht even seinen. Groot licht seinen. Groot licht seinen. Doei, mam. Later. Toet, toet. Doei, mam. Doei. Later.